dames en heren! Waarom lukt het mij dit niet? Waarom lukt mij dit niet? Ik faal nu al. Ik faal nu al! We zijn nog maar net begonnen, man! Even rewind. Nou, daar gaan we hoor! Oh yeah! Oh! Wow, dit is vet! Wow, ik ga gewoon nog een stukje hoger. Oh, dit is echt vet. Nog een stukje hoger. Wow! En nog een stukje hoger. Oh, zullen we kijken hoe hoog we kunnen? Even kijken. 310. Ik zit nu op 370. Oh, we gaan heel hoog. 440. 500. 570. Oh mijn god, ik zie mezelf niet meer. Ik zie mezelf niet meer, mensen. Ik zit op 700. Straks bevries ik hier. Ik zit op 800. Hoe hoog kan ik gaan? Ik zit op... Nee. Ik zie mezelf echt serieus niet meer. Ik zit op 1000 blokjes hoog. Wat? Dit heb ik nog nooit gehad. Ik wist niet dat dit mogelijk was. Ik ga gewoon verder. Ik ga gewoon verder. Net zo lang. Totdat ik gewoon geen vuurwerk meer heb. Het maakt me niet uit. Ik maak het gewoon op. Op 1450. Ik kan in ieder geval alvast zeggen. Ik ben samen met Roland. Yo! En we zijn met nog een gast. Ja, voor de eerste keer sinds een tijd weer met 3 mensen in deze survival. En ik denk dat we dan ook iets heel erg leuks kunnen doen waar jullie allemaal op verheugen. Ja. En dat is verstoppertje. Ja! Gaan we verstoppertje doen? Oké, dus ik moet me nu verstoppen ook? Ja, ik ga het straks allemaal uitleggen. Ik denk dat de gast... en wat ook wel vet is. Tenminste, ik denk en hoop dat jullie dat vet vinden. Vorige week deed ik... Quinn voor de eerste keer mee in seizoen 3. Een paar dagen geleden deed Kai mee voor de eerste keer in seizoen 3. En nu heb ik alweer een nieuwe gast. En die heeft überhaupt nog nooit meegedaan met de survival. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat hij... hij had altijd wel een YouTube kanaal, maar deed er niet zoveel mee. Nu wel. En ik heb bijna al zijn video's gezien. Weet hij zelf volgens mij niet. En ik vond ze echt super hilarisch. Dus ik ben heel erg blij dat hij een keertje meedoet in de survival. Het was eigenlijk super toevallig, want ik ging op Teamspeak. En ik had al zoiets van... Ach nee, moet ik weer alleen met Ronald opnemen, helemaal geen zin doe in. Even, maar toen gaf je. I love you, Ronald. Love you, bro. I love you, too, bro. I love you, Broland. I love you, Broland. En toen zag ik nog iemand in Teamspeak zitten. En toen zei ik, joh, wat ben je aan het doen? En toen zei hij, nou, eigenlijk niet veel. Net zoals usual en met mijn leven, niet veel. Oké, 3100 hebben we gehaald. Oh mijn god, ik ga heel hard naar beneden. Ik ga heel hard. Ik zie mezelf niet. Dit is eng. Zeg alsjeblieft niet dat je doodgaat. Oh my god, ik zie op de minimap dat ik heen en weer ga. Kijk, zien jullie mij op de minimap? Kijk. Hey. Rechtsboven moet je kijken. Oh my god, ik moet harder naar beneden. Harder naar beneden. Ik zie je helaas niet. Nou, dit is niet normaal. Ik zit nog 2000 blokjes boven. Ik hoor alleen keihard de wind zoomen. Echt waar? Ja, dat is echt niet normaal. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kom je zo hoog trouwens? Ja, door al die vuurwerkjes die ik had. Holy shit, man. Oké, ik ben bijna onder de 1000. En als het goed is, als ik onder de 1000 ben... Dan krijg je weer wat te zien. Ja, dat hoop ik. Straks stort ik in één keer heel hard neer. Ja, ik krijg nu weer een beetje wat te zien. Maar nog niet mezelf. Zolang ik mezelf maar zie. Wel echt heel sick. Oké, okay, 600 blokken. Ja, ik zie mezelf weer. Huppakee, volgens mij onder de 700 moet je jezelf weer zien, toch? Ja, ik zie mezelf nu weer. Oh mijn god, ik vind het alsnog eng, man. Je bent er bijna. Je bent er bijna weer op het... Ja, ik zie het weer, ik zie het weer. Ja? Yeah, baby, daar kom ik aan. Hey, ta-da-da-da-da-da. Oké, dan ga ik hier doorheen. Als een baas. Oh yeah. En dan maak ik een hele mooie entree. En welkom terug, jongen. Ah. Welkom terug. Hey, ik heb je gemist. Kom even hier. Even een knuffel. Een knuffeltje, man. Ja. Hey, knuffel met mijn microfoon. Hey, Bumper! Oh mijn god. Ja, moet je mij maar niet slaan. Dan krijg je ook met Bumper te maken. Het spijt me, Bumper. Het spijt me. Oh, hij vindt me lief. Ik had hem vlees gegeven. Ik wil hem ook vlees geven. Hij hoeft je... Oh, nee. Tem dat beest. Ja, ik heb hem weer vlees gegeven. Hij is zo schattig. Bumper, zo schattig. Oké, wij hebben een huisdier, hè, Ronald? Ja, we hebben een huisdier. Ik heb sinds kort een huisdier. Kijk, jij hebt een Bumper. Link heeft Coco. Ik wil ook wat. Ja. Ik heb een hamster gekocht. Ja, als je gaat kijken naar huisdieren. Inderdaad, Link heeft Coco. Ik en D hebben dan zeg maar Bumper. En we hadden Hamtaro. Rip Hamtaro, rust en vrede. Mogen jij altijd herdenkt worden als een hele mooie hamster. En wat hebben we nog meer? We hebben Henk de Slak, maar dat is een huisdier in de survival. Kelso. We hebben Kelso, ja, van Ronald. Ja. We hebben Pip van Milan en Jill.
We hebben, de Blobvis, dat is jouw huisdier in de survival. Inderdaad. Dat is echt het lelijkste standbeeld wat we hebben. Oké, okay, kappen nou! Wie heb je nog meer met huisdieren? Kai. Kai heeft sinds kort blijkbaar een kat. Die heet Haagse Harry, volgens mij. Jerry heeft een hond. Jerry heeft een hond, inderdaad. Ik weet alleen niet hoe die heet. Ik weet ook niet. Joost heeft een kat. Oh, Joost heeft een kat, oké. Okay. Ja, maar nu hebben we deze keer ook even een hamster erbij. Een nieuwe hamster. Gewoon een nieuwe hamster. En hij heet niet Hamtaro. Nee, volg me. Hij heeft een hele mooie naam. Ik zeg even, zijn stem is wel een beetje verkrekt. Oké, okay, zijn stem is verkrekt. Wat heb je hem gegeven? Vergif? Ja. Soms luistert hij niet en dan moet ik hem even goed aanpakken. Oké. Okay. Oh, hamster! Hamster! Kijk, hier is hij! Hé, hier is de hamster! Piep, wat maakt een hamster voor geluid? Piep. Oké, kijk blij. Ik hoor alleen maar piep. Volgens mij heeft hij nog ijzer bij zich door de detail. Hij is niet door de detector gekomen. Je moet terug! Je mag hem gewoon slaan. Ga maar van de trampoline. Doe maar, hamster. Laat maar zien dat je kan jumpen. Oh, wat een kuthamster. een faal. Zoals ik zei, hij is een beetje vreemd. Hij is een beetje vreemd en daarom past hij bij mij, want ik ben ook vreemd. Jullie zijn wel een goed team. Ja, kijk, zijn we niet schattig samen? Kijk, hier. Ja, dit is zo geniaal aan jouw skin, dat als jij naar beneden kijkt, dan heb jij gewoon een super episch hoofd. Ja, cool toch? Hoe ben je ooit op dit idee gekomen om dat te doen? Ik weet niet, man. Het is echt gewoon het begin van toen ik begon met Minecraft van hey, coole skin. En toen zag ik een keer voorbij komen en echt, wauw, dat is fucking vet. Maar dan met een hamster. Dit ziet er zo vet uit. Ik moet zeggen dat die skin boven jouw hoofd ziet er vetter uit dan gewoon zo. Ja. Dus ik moet gewoon helemaal zo lopen. Ja, maar ik zit me even te bedenken dat jij dus de hele tijd zo loopt. Ja, dan moet ik even naar de podcast. Oké, Pascal, volg ons eventjes. Okay. Wel omlaag kijken. Ja, wel omlaag. Kijk wel omlaag, man. Want we moeten jou een soort van rondleiding geven. Kijk, hier is de farm. Waar? Ja, kijk maar. Hier is de farm. Ja. Oké, kijk maar. Mooi, hè? Ja, echt mooi. Beschrijf maar even wat je ziet voor je allemaal. Ja, wat zie je? Op dit moment zie ik bruinachtig, mooie grond. Ik zie... Nu zie ik ook een beetje hekjes. Welke dieren zie je, Pascal? Welke dieren zie je? Oh, nu zie ik een... Is dat een beer? Is dat een beer? Oh, ja, dat is een beer. Ik ben aangevallen. Wat was dat? Wat hoorde ik? Huh? Ik hoorde iets. Enzo knolde zich nu aan het verstoppen? Oké. Okay. Wat? Wat is dat? Huh? Hallo? Wat gebeurde hier? Enzo, waar ben je? Oké, ik zal zeggen, blijf staan waar jullie nu staan. Oké. We gaan hier staan. Oh mijn god, ja, ik ben serieus nu letterlijk 2 blokjes van jullie vandaan verstopt. Wat? 2 blokjes, oké. Je had me! Oh my god, je had me! Ja, ik zag het in, ik dacht ze van, hoe kan ik hier netjes staan? Ja, ik heb... Ja, kijk, als je hier dus gaat staan en je gaat 5 seconden wachten, dan moet je heel even wachten. 5, 4, 3, 2, 1, pling! Wow! En moet je mij eens gebruiken? Ga maar door me heen. Oh my god! What the fuck? No way! Dat is zo vet! Ja, kom. Ronald, jij bent meteen zo'n vieze perfect, man! Oké, we zullen een verstoppertje doen. We gaan... wat? Je inventory is gelukkig helemaal teruggekomen vanuit je broekzak. Ja, maar waar dan? Ik zie mijn spullen helemaal niet. What the fuck? Ik ben allemaal spullen kwijt. Maakt niet uit. Komt later wel terug. Laat geen ijsbeer. Maar wat dus heel erg episch is, is dat je... kan je trouwens een dier worden? Volgens mij niet hoor. Dat zou echt wel heel sick zijn. Dat zou toch... Ik ben een gasblok. ik zal jullie vertellen hoe het werkt. Doe maar eens /verstopinfo. Ja. En dan, als jij dan naar een item kijkt, je kan alles worden behalve een chest volgens mij, en dieren dus. Als je naar een item kijkt, dus je kijkt bijvoorbeeld hier naar een hooiberg, en je doet dan /verstop height, dan word je dus die hooiberg. Wauw, Pascal is gewoon meteen een roos geworden, echt gewoon super moeilijk. Ik ben letterlijk niks. Ja, ik zit hier gevangen in een kooi. Ik probeer in jouw hoofd te zijn. Dus als je ergens heen kijkt en hij pakt hem niet, dan word jij een automatisch stenen blokje volgens mij. Oké. En stel voor jij staat ergens waar al iets staat, dus bijvoorbeeld, hier kunnen wij niet staan Pascal, want hier heb je allemaal gras zitten. Dan verander je niet in een vast blokje, dus dan kan je iemand heel makkelijk vinden.
Oh, dit is wel heel tof, hè? Dus als je weer wil verstoppen, dan doe je gewoon slash verstop stop. En dan ben je helemaal gestopt. Oké, maar wie gaat er beginnen met zoeken? Ja, dus laten wij even een wedstrijdje doen. Kijken wie kan vinden. De hamster is een beetje de draad kwijt. Ja, ik weet niet hoe ik eruit kom. Hier! Ik zei toch dat die vreemd was. Kom oh, hier. Daar! Ja, nu is een Pikachu ontsnapt. Oh, ja, nee, Pikachu, stop! We gaan nog bij de lama. Ja, die hamster is wel een beetje vreemd voor jou, ja. Sorry, hoort bij mij, hè? Oké, nou, dan kan je zelf kiezen wat je wil worden. Ik zal jullie als eerste wel zoeken. Okay. En jullie mogen je in dit huis verstoppen. In dit huis? Ja, in dat huis. Dus zowel in de achtertuin als in het huis zelf. Oh, ik ga niet kijken. Hey, no shit, Sherlock. Oké, kom hier. En dan ben ik heel erg benieuwd of ik jullie kan vinden. Oké, ik ben benieuwd. Oké, wat gaan we? we moeten iets doen. Oh, wacht. Ronald, kom. Wat is kom, het? Oké, hij zei in het huis, right? Ja. Oké, wat moeten we dit zijn? Kijk. Jullie gaan echt weer een sneaky nee. plek doen. Oh, die? Oké. Kijk, kom eraan, Ronald. Ja, kom maar. Kan ik al komen? Ja, je mag komen. Oké. Jullie staan ook al als echte vaste blokken daar. Ja, zeker. Oh, dat hebben jullie echt snel gedaan. Oké. Of jullie hebben iets super voor de hand liggends, waarvan ik denk dat jullie denken... Oh, dan ziet die Anson niet, want het is te makkelijk, maar dat ik het dan wel zie. Dus dat jullie mij onderschatten. Want je moet niet vergeten dat ik dit natuurlijk al een paar keer heb gespeeld. Nee, ik denk dat wij dit er wel gaan winnen. Ik denk yeah. Ik weet het zeker. Is goed. Ik ga nog even de seats plaatsen en dan kom ik eraan. Zo. Hebben jullie wel eens stopje gespeeld in het echte leven? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als klein kind heb je dat hoe dan ook wel een keer gedaan. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. Als klein kind ging ik een keer blikspuit doen, toen moest ik zoeken, toen kwam er een muis. Ging je wat doen? Wat? Wat is blikspuit? Ken je blikspuit niet? Wat? Doen ze dat alleen in Friesland of zo? Nee, zo noemen ze het! Blikspuit? Wat is blikspuit? Wat moet je dat doen? Dat is... Oh my god, dat kun je niet uitleggen. Blikspuit? Dat klinkt gewoon als een soort van graffiti artist of zo. Ja. Oké. Deed ik een blikspuit, oftewel vroeger deed ik een graffiti. Oké, heel veel kijkers zullen het kennen. Of waarschijnlijk is het alleen iets wat de fledders zeiden. Hey Enzo, oké. Ja? Je had een voetbal. Die moest je wegtrappen. Die moesten dus de verstoppende mensen. Was dit gat er al? Ja. Oké, laat ik even één ding zeggen. Je mag niet onder het huis. Jullie zitten alle... Ik zei toch in het huis, lullo. Ja, maar je zei ook de tuin en al dat soort dingen. Ja, dit zit eronder. Waarom mag eronder dan weer niet? Oké, ik ga wel kijken of ik jullie kan vinden. Okay. Maar blikspijt is dus ook wel gewoon voetbal verstoppen. Ah! Ja. Sukkels. Oké, ja, stop. Oké, je hebt ons gevonden. Ja. Je moet trouwens niet stoppen, want ik heb 7 seconden om je af te tikken. Jij deed gewoon slash verstop stop, of niet? Oh, echt? Deed jij slash verstop stop? Ja. Ja, dat had je niet moeten doen, want je hebt dan nog tijd om te vluchten, zeg maar. Oh. Ja, man! Ja, ik heb meteen een achievement gehaald. Oké, het spijt me, Oké, we gaan dood hier als we hier blijven. Oh, nee! We moeten hier echt... ik heb 1 hartje! Help me! Oh my god. Kill die skeleton! Kill die skeleton! Fuck die skeleton! Nee, ik bouw hem wel in! Ik bouw hem in! Yo, ik help je mee! Was dat een Overwatch grap? Ik help je mee. Oh my god, nee, eigenlijk niet waar. Oké, Enzo, het huis is een beetje kapot. Ja, ik heb nog maar 1 hartje. Ik ga eten voor het leven, man. Ja. Iedereen komt uit een ander gat. Oké, nu mag even kijken. Wie wil. Wie had ik als eerste? Oh ja, ik had Pascal helemaal afgetikt. Maar Ronald volgde de regels niet op. Dus Ronald is nu de verstoppertje. Oké. Maar wat ik wou zeggen. Ja. Blikspuit is ook wel gewoon. Als de bal is weggetrapt. Ja. Mogen de anderen verstoppen. Nu jij zegt als de bal... Kom, wij gaan weer in het huis stoppen, Pascal. Maar we gaan nu iets veel beters doen. Ik had wel een goeie. Wat jij zegt met de bal is weggetrapt. Ik ken echt een spelletje. En dat vind ik nu op deze leeftijd nog steeds leuk. Verstoppertje vind ik namelijk niet zo heel leuk meer. Maar er is 1 spelletje. En dat is echt super leuk. En dat is, dan heb je een fles en die moet je vullen met water. Oh ja. En die zet je dan neer. En dan moet je iets van 10 meter uit elkaar staan. En dan moet je met die bal...
Doe mij maar na trouwens, Pascal. En dan moet je met die bal, moet je proberen om... ja, nu moeten we hier proberen, weet je wel. Oh, ik denk dat ik hem heb. Ja, nice. En dan moet je met die bal proberen de andermans fles om te schieten. En als je fles is om... Oh mijn god, dit is geniaal. En als je fles... je kan komen, Ronald. Als je fles is omgeschoten, dan moet je eerst de bal pakken. En dan pas mag je die fles weer omhoog doen. Echt? Ja, 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 want anders dan zet je natuurlijk... Dan blijf je naast die fles staan. Hé! Hey! What the fuck? Oh my god, nee! Ah! Dang it! Hoe had je ons zo snel? Weet ik veel. Ik vond hem echt goed, man. Hij was... ik zat echt zo naar het kijken van... Wauw, dat is echt gewoon super slim. Het spijt me. Het spijt me. Oké, nou, dan is Pascal aan de beurt. Doei, Pascal. Doei. Later. Oké. We moeten even een goed plekje... Oké, Ronald. Kijk naar mij. Ik heb echt een hele goeie. Dit wordt echt heel mooi. Maar dan moet jij... Die nog... Nee, nog niet. Oké, dan moet je eerst mij laten. Want anders dan redden we het niet meer. Oké, nu kan je weghalen. Oh, dit kan niet trouwens. Huh, wat? What the fuck is dit? Wacht, misschien lukt het wel. Wacht even kijken wat hij doet. Ik heb misschien... ja, laten we dit doen. Ja, maar die ene moet nog weg. Die andere moet je nog weghalen. Welke? Ja, die daar staat toch, Lullo. Ja, die moet je nog weghalen. Nee, ik mag niet stilstaan. Huh? Wat? What the fuck? Oh ja, je moet dat item oppakken, anders ziet hij dat toch? Dus dan moet je eerst even eruit gaan. Oh, jezus. Oh my god. Nog niet! Blijf weg, we zijn nog bezig. Hey, je kan komen. Okay, of toch niet, aan. Of toch niet. Nee. Wat doe jij, Ronald? Ja, nog niet. Ja, Ronald, je moet hetzelfde worden als ik, Ronald. Ja, dat is door continu. Oké. Jezus. Oh, jezus. Ja, je moet helemaal tegen de zijkant staan, denk ik. Ah, dit gaat hij nooit zien, ik weet... wat doe je? wat doe je? Je kunt. Ja, kom maar. Ja, oké. Jezus. Waar zijn deze deuren? We zijn onzichtbaar geworden, man. Dit is niet eerlijk voor Pascal. Wow. Jullie... Ik zie jullie hier gewoon... What the fuck? Ik zie dat jullie staan, huh? Okay, dit was niet echt eerlijk, hoor. Nee, dit was niet echt wat we bedoelden. Wij wilden die deur zijn, maar kijk wat er gebeurt als je die deur wordt. Kijk. Oh, je bent gewoon de halve... En ik ging toen naast Enzo staan, denk ik, werd onzichtbaar. Ja, oh, dus man. Dat ging niet helemaal goed. Heb jij die andere deur, Ronald? Oh, wacht, ik heb hier die andere deur. Oh, ja. Oh. dit klopt ook niet helemaal. Oké, nu ga ik alweer verstoppertjes zijn. Oh, dat is prachtig. Oh, jeetje mina. Ik weet nog wel... Nou, gaan jullie maar verstoppen. Ik weet nog wel altijd toen ik verstoppertje deed in real life... Dat, dan ging ik altijd... En dat vond ik echt super leuk. Want dan stond ik bij de paal. En dan moest ik mijn ogen natuurlijk dicht doen. En de paal vast blijven houden. Want de paal was altijd de buurtplek. En dan weet ik nog wel dat je dan heel zachtjes, weet je wel. Ook haast geen adem haalt. Tenminste voor je gevoel niet. Mm-hmm. Ja, er vielen altijd heel veel slachtoffers als ik verstoppertje ging spelen. geen ademhalen. Anders hoort hij je. En dan ging je altijd heel voorzichtig weglopen bij die paal. En dan hoop je dat je gewoon op die manier iedereen kan buurten. Oh ja. En weet je, je was echt een held als je dan als laatste overbleef en jij buurtvrij zei en iedereen gewoon gered was. Oh ja. Yeah. Dan was je echt de dorpsheld, weet je wel. Iedereen was dan helemaal weer blij. Okay, ja. Okay, je kan trouwens. Oké. Okay. Ik kom eraan. And you better hide very good because I'm a very good searcher. I've been at the FBI for like 9 years, yo. Okay, cool. I'm much better. I'm working for the CIA and. Wow, wat is eigenlijk het verschil tussen FBI en CIA? Ik heb geen idee. Het zijn allebei geheim agentachtige mensen. We zijn binnen. Okay. Ja. Oh wow, waarom zeg je dat? Wat gaat ze tips dit? We zijn buiten. Ja. Oké, ik heb... Ik wil niet te vaak klikken. Ik heb dus al 2 keer op deze geklikt. Dus jullie zijn niet in ieder geval dat. Ja, ons ga je nooit vinden, geloof me. Ons ga je nooit vinden. Nee, wij zijn te goed hierin. We zijn ook niet ondergronds. Nee.
Nou, dan zijn jullie een van deze blokjes geworden. Nee. Oké, dan zijn jullie... Moet ik een hint geven? Wacht, nee, hoeft niet, op zich. Wow, dan denk je dat je deze hele kamer kent, maar... Ja, maar Ronald gaf net op... ik geef een hint, oké? Ik geef een hint. Oeh, dat is een goede hint, Ronald. Dat is een goede hint? Dat is een goede hint. Wat is dat voor... Ja, oké, wat voor ding, dierachtig ding, maakt zzzz voor geluid? Een mug, dus jullie zitten aan de muur. Nee, dat een mug nee, is... geen mug. Oh, geen mug. Ja, een mug is irritanter. Dit is ook irritant, maar het kan ook pijn doen, zeg maar. Pijn doen? Ja. Volgens mij ben ik echt heel dom bezig. Ja, klopt. We zitten buiten. Ja. Zitten jullie buiten? Dat zeg ik de hele tijd al. Hè, je zei net, we zitten sowieso binnen. Nee, dat zei ik, we zitten buiten. Ja, oh, ik weet al wat jullie zijn. Nee. Ja, wel, want een wesp die gaat altijd... Nee, we zitten binnen. We zitten binnen. Echt niet. Ah! Ja, we zitten... Ah! Ronald, nee, kut! Oh, nee, ja! Ren! Ah, die ligt nergens, maar kijk! Yes! Maar waar is Ronald? Ronald, waar ben jij heen? Huh? Huh? Ah, oh, hij staat hier! Nee! Waar ben je? Oh, daar ben je. Waar ben je heen? Oh, jij bent daar. Yeah, okay, baby. Oké. Okay. Oh, heerlijk. Ja, jij zei al het begin. We zitten binnen. Daarom was ik dit hier binnen aan het kijken. Maar dat was een grapje. Ja, dat wist ik dus niet. Dus ik zat hier helemaal te zoeken. Daarna zei ik gelijk, we zitten buiten. Oh. Oké, nou, dan mag Pascal weer... Of nee, Ronald is. Nee, Ronald ja, is. Ja, ik ben. Even kijken. Wat zal wel echt een goede verstopplek zijn? Ja, wat we kunnen doen is... Ik weet niet of dat werkt. Als we zeg maar... hier. Zie je dit? Ik wil niet te veel zeggen, want anders weet Ronald het. Maar dit hier. Ja, dat. Ja, maar ik weet een leukere, denk ik. Ik weet een leukere. Kijk. We gaan niet vals spelen. Nee, we gaan niet vals spelen. Doe dit maar. En dan word jij dat ding. Word jij dat ding. Oh! Maar dan moet je die wel even... Ja. Maar je moet hem eerst... Werkt dit en dan? Nee. Hier ben ik hem, toch? Nee, wacht even. Huh? Even kijken. Oh nee, ik kan hem niet worden. Oh nee, dat kan niet. Maar we kunnen wel dit doen. Nog 10 seconden! Uh-oh. Oh, wacht. Dan doen we even dit. Wacht, dan doen we dit. Want anders dan valt het te veel op. Snap je? Oh ja, yo. Jij bent echt slim. Dank je. Kijk. Oké, daar gaan we. Dit is perfect. Yeah. Ja, ik denk... Perfect. Hey, Ronald! Nee, ga eens weg! Ronald, ga weg! Oh, ik zag niks. Heb je het gezien of niet? Nee. Oké, ja, nu kan je weer komen. Oké, nu kan je komen. Ja, maar jezus. Loop dan helemaal gewoon weer terug. Ik denk dat deze heel goed is. Ja. Yeah. Tenminste, dat hoop ik. Beter dan de bloemetjes, denk ik. Deze deur staat verkeerd. Ja. Ja, we zijn geen deur, Ronald. Dat zou toch heel oerdom zijn. Hele torch. Kun je als het tegen een muur? Nee. Oh. Hé joh. Ja, laat je torch met rust, man. Oké, jullie zijn wel op een slim plekje. Ja, wij zijn mega slim. Oh. Weet je toch? Oh god, ik weet niet wat je allemaal doet. Ben je aan het doen, Ronald? Ja, ik maak dingen kapot. Okay. Ja, waarom doe je dat? Er zijn weer te veel bloemen. Hé joh! Je maltigt alles! Ja, sorry! Je kan ook gewoon een klein aantje geven in plaats van gelijk omslaan. Oké, het spijt me. Oké, jullie zitten sowieso binnen. Nee. Hè? Wat gaat gelijk zijn idee? Ja, wat denk je? Je verwacht toch nooit dat we bloemen zijn, dus wat zijn we geworden? Gras. Geen bloem. Jullie zijn gras geworden? Nee, denk ik. Oh, Pascal, we hebben zoveel geluk. We hebben zoveel geluk. We hebben echt heel veel geluk. Hè? Je mond nu al een paar keer dezelfde bloem. Ja. Laat eens met rust. Maak eens een geluidje. Moe. Ik denk dat wij... stel voor... je... Even kijken. Wat voor tip kunnen we... Ah! Ah! Shit! Yes! Nee! Enzo! Nee! Oké, deze was echt heel goed. Deze was echt heel goed. Je sloeg echt een paak gewoon recht voor onze neus. Echt net voor onze neus. Ja, maar hij zit toch, hij zat... Op. Ja, je reed gewoon over ons heen. Hij zat ook op ons. Oké, laten we een ander plekje proberen. Dus waar kunnen we nu verstoppen? In dit huisje bijvoorbeeld.
Oh nee, wacht, hier zitten de villetjes. Een paard? What the fuck? Staat hier een paard in? Er staat een paard in de hal. Ja, oh. Okay. Ik dacht een paard in de hal, maar het is blijkbaar een paard in de gang. Ja. Ja. We kunnen in mijn... Oh nee, in mijn huis heb ik niet zoveel spullen. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja, ja. We kunnen wel in jouw huis doen, ja. Laten we gewoon een klein ding doen, zodat ik jullie ook wat makkelijker heb gevonden, zodat... Jij gaat ons niet vinden. Anders maakt het niet te moeilijk. We gaan het moeilijk maken. Oké, nee, nee, dan gaan we wel ergens anders heen. Kom maar, dan gaan we wel naar het huis van Dylan, die is wat kleiner. Oké, okay, cool. Ik neem wel even een stukje vlees mee. Oh, ik neem even wat, hier. Wie wil een broodje chocopasta? Alsjeblieft. Chocopasta, oh, ja, ik neem lekker. Een stukje steak. Is het goed als ik steak meeneem? Ja, jij moet wel anders zijn, hè? Ja, maar ik ben een Fries. Met je dikke hoofd. Jongen, jongen, jongen. Zo. Ben ik dik? Ja, maar daarom ben je ook zo slim. Oké, okay, is dit het kleine huis? Ja. Ja, nee, klein huis, man. Oeh, ja. Ik zie nu al een mooie plekje zo, hè. Oh, wat is dit? Ja, toch? Wow. Is het buitenterras met een valkuil waar je doodvalt? Het is wel een mooi huis, man. Nee, deze deur moet dicht blijven. Oh. En laten we dan alleen hier doen. En dan niet daarboven en ook niet hier beneden. Dus alleen dit kamertje? Ja, alleen dit kamertje. Alleen dit kamertje hier? Ja. Oké. Oké. Oké, dan moet wie? Oh ja, Pascal. Ja. Hoe gaan we dit doen? We moeten even een tactiek... Ik weet eentje. Ik weet iets. Ik weet ja, iets. Weet jij een goeie? Ja, ja, ja. Dit moet jij ook doen. Oh ja, dat is op zich gewoon een goeie, ja. Zo. Het is ook gewoon... Ja, dit is wel, ziet er ook mooi uit gewoon. Ja, hè? Ja, ik vind het een hele goeie. Ja, ik denk het wel. Pascal, je zult ons nooit vinden. Nee, je kan komen... Oh, dit is perfect, Ronald! Ja, high five! High five! Oh, man. Oké, daar komt hij. Ik vind dat vliegend hoofdje ook grappig. Ja, hè? We kunnen elkaar gewoon zien. Hey, man. Hey, yo, what's up? Oké. Hey, maar hey, eigenlijk cheat jij, want jij kijkt tegelijk vooruit en naar boven. Ja, maar ze werkt mijn skin niet. Oké, wacht. Hieronder mochten jullie niet zijn, of wel? Nee, nee. Oké. Ik zit net te kijken waar... Wat is er veranderd? Wat is er veranderd? Ja, wat is er anders? Dit. Ah, shit! Oh my god! Ik kan er gewoon meteen! Nee! Oké, first try! Lekker hoor. Nou, ik ga wel hier even wachten. En gaan jullie nog maar een keertje. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie hier wat. Ronald, waar ben jij? Ik moet even wat doen. What the fuck? Blijkbaar kan ik dit niet worden, mensen. Zien jullie dat? Even kijken wat ik dan word als ik hier ga verstoppen. 1. Ah, dan word ik... Oh, wat? Oké, lol. Doe de deur dicht! En als ik doe verstop info en ik doe dan verstop verstoppers... Ja? Verstop verstoppers... Dan kan ik zien wie er aan het verstoppen zijn, zie je? Oh, en als ik doe verstop stad... Ik weet niet of jullie dat ook zien? Nee. Nope. Totaal dit is overal, hè. Dus iedereen ooit in de server van mij... is 910 seconden gewacht om in een echt blokje te veranderen. Oh, echt? Er zijn in totaal 17 mensen gevonden. Er is in totaal 202 keer veranderd in blokken. Oh, wow. Ja, en in totaal is er 15 minuten en 10 seconden gewacht. Oh, dat is wel insane, hè? Kan ik komen? Ja, je kan komen. Oké, daar ga ik. Oké, het is een heel klein kamertje en ik heb een goed fotografisch geheugen. Ja? Dus ik weet dat dit er eentje is. En dit de andere. Oh, ja! Yeah! Slecht idee. Ik vertrouw jullie er volop op gewoon. We waren gewoon obvious, man. Joh, dit was... Dat was zo opvallend. Jij was echt zo van... Oh, ja, dit is echt top. Dus ik dacht van... Oh, dan word ik dan ook. En dan gaan we dit doen. En dan... Oh, ja, maar nee. Oké, nou, Ronald, gaan we weg. Pascal, laten wij nog één keertje proberen. Ja. Ik denk dat ik namelijk wel een hele goede weet. Oké. Ik denk dat dit echt een hele goeie is. Ik weet niet of het gaat lukken trouwens. Ja, ik vraag me af of dat kan. Ja, dus we moeten even... Wacht. Want dan wil je dit doen, toch? Nope. Oh nee, dat werkt waarschijnlijk niet. Oh, wel. Wat we wel kunnen doen is, kijk, dan doen we... Ja, heb je die dingen opgepakt? Oh, wacht. Ik doe dit. Kom wacht. Hier. Nee, ik weet iets anders. Word jij dit? Oh. Snap je?
Ik snap hem, ik snap hem. Word jij dier, dan word ik wat jij bent. Oké, okay. Oh. En dan moet jij... Ben ik hem nu? Ja. Oké. Okay. Hey Ronald, niet spieken, hè? Ik spiek niet. Ik ben hier wat aan het rondspringen. Oh, dan moet ik deze ook doen, anders dan lukt het niet. Oh, je kan niet... Snap je? Oh, maar nu hebben we een probleem. Ja, misschien wel, weet ik niet zeker. op zich ziet het er nog wel legit uit, ja. Ja, behalve die dingen die... Wacht. Oh, ik zit vast! Ik zit dood! Wat gebeurt er? Wat ga je nou doen dan? Want het was gewoon goed. Ik wil dit. Nee, kijk, zie je dit? Dat ligt hier, dat mag niet. Oh, zo. Dat valt vol. Au, au! Ja, dat had ik net ook. What the fuck? Oké. Ja. Kan het? Oké, dan moet ik... Nee, wacht even. Maar ik denk wel dat we een goede kans maken. Ja. Ronald kennende? Ja, nee, sowieso. Wow! Ja, maar Ronald is wel redelijk goed hoor, in dit spelletje. Ja, ik ben goed op je stop. Oké, kom maar. Dat was net wel te zien hoor, met die grill. Ja. Oké, kom maar Ronald. Boom! Wow. Special entry, zag je dat? Dat was een mooi. Oh, wauw. Ik hoor iemand lachen. Iemand lachen? We zijn echt doodstil. What the fuck? Ik hoorde een village van. Hoe kan je iemand horen lachen? Wij zijn gewoon aan het genieten. Oeh. Je bent aan het genieten? Ja, we zijn echt aan het genieten. We hebben heel erg dicht zicht op jou. Weet je wat? Je krijgt nog een kans. Ga maar terug. Je krijgt nog een kans. Hij vindt ons zo slecht, hoor je dat? Wow. Ja, jullie zijn echt heel slecht. Oké, wacht. Ik zal niet eens de kans aannemen. Gewoon puur omdat... Oké. Pascal heeft het verprutst. Oh, nee. Wat doe je? Blijf daar. Oké. Hey, Pascal, waarom bewoog je? Ja, paniek. Je moet even weg daar, anders kan ik het... Oh my god. Oké. Hey, maar dat is wel een goeie. Dat was echt slim. Ja, toch? Ja, dat was perfect. Oké. Oké, ik weet wel... Zo. Kijk. Dit verwacht hij dan niet. Oh, dit is... Oh, awesome. Ja, hè? Oké. Even kijken en dan... even kijken... Oké, let op. Kan ik? Nee, nog niet. Wacht even. Ik hoop dat dit gaat werken, Pascal. Oh, wacht even. Dat zou zo cool zijn. Ik weet dat ik een professionele... Oh! Huh? Nee! What the fuck? Nee, dat is niet die move. Oh mijn god, ik kan dan alleen maar aan die kant. Dat hoort niet zo. Even kijken. Wacht, misschien werkt het wel... Even kijken. Wacht, en als je hem zeg maar dan eerst aan die andere kant... Oh ja, dat kan wel. Oh, maar nu heb ik hem niet meer. Kut. Huh? Kut. Wacht even. Ik kan hem wel ergens anders pakken, denk ik. Ja, maar jezus. Wacht heel even, Roland. Ja. Even checken. Oh, misschien is dit ook wel een leuke. Oh, ik weet de goeie. Oh mijn god, ik weet de goeie. Oh mijn god. Oké, Pascal. Dit wordt legendarisch. Dit wordt echt legendarisch. Oké. Ga er maar uit, ik weet iets beters. Ga maar uit. Oké, doe maar even stof. Yes. Oké. Ik word dit, en dan word jij dit. Dat is geweldig. Oké. Ik ben bang. En dan gaan we, maar dan moeten we even een goede plek hebben. Dat is het hem een beetje. Ja, ik gaan niet hier, of niet? Stom doen, hè? Ja, laten we het daar maar doen. Ja, nee, dat is op zich gewoon een goeie. Even kijken. Oh, wacht. Dan lopen we hierheen. Want dan kan ik het hier gewoon laten staan, snap je? En dan zet ik deze... Ja. Dan zet ik deze even hier op de grond. Dan moet jij even daar... Hier pakken. Oh, wacht. Ja, word jij dat maar. Ja. Nice. Ronald, je bent niet in de buurt van ons, toch? Nee. Ik sta bij de achievements. Oké, ben jij het al? Ja. Ja, okay. Nice. Dit is genius. Okay. Beter werkt dit ook. Ja, beter werkt dit. Dit zou echt geniaal zijn. 1, 2. Oh nee, het werkt niet. Het ziet er zo op zich wel oké uit hoor, als je zo staat. Ja? Ja, ik denk dat het zo wel oké, ja. Oké, nu niet bewegen. Oké. Ik denk dat het zo oké is. Oké. Nou, kom maar dan, Ronald. Ik kom eraan met klasse. Dus ik kom meteen aan, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ja, je krijgt nog spijt dat je gewoon onze tweede kans hebt gegeven. Ja, je krijgt echt spijt. Kan je paard er niet eens doorheen? Nee. Oh ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij het in één keer ziet, Pascal. Ja,
heb ik ze wel. Oké, dus ik vertrouw dit blokje niet. Nee. Ik heb het gevoel dat jullie misschien hier boos zijn. Jullie zijn... Man! Oh, je hebt mij nog niet! Hey, kom hier, stop! Nee, laat me het rust! Kom hier! Oh, balenkade. Ik zag het gewoon meteen. Ja, hij maar... was wel echt heel goed. Hij was ja, heel goed. Als wij in elkaar zouden gaan, dat zou geniaal zijn dat ik gewoon als bloem in zijn plantenbak kom. Het was meer, ik stond hier net. Ja, als witte blok en daar was toen niks. Sorry jongens, het spijt me. Ja, malen. Hey, ik heb wel een knophoudcoin gelokt. Ja, laten we even wat knophoudcoins openmaken. Dankjewel voor het paard trouwens. Ja, graag gedaan. Oké, daar gaan we. Hoppa, hoppa, hoppa Gangnam Style. Nou, laten we... Ik ga wel als eerste. Hey, wat zit erin? Hoppakee. Hé, wat zie ik trouwens hier? Het spijt me, hou van me cadeau. Huh, wat? Het spijt me, hou van me cadeau voor Enzo. Oh, dat is... Oké, ja. Het spijt me, hou van me cadeau voor Enzo van Timo. Oké, aangezien we nu aan het einde van de aflevering zijn, ga ik dit later openmaken. Maar Timo, ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Bedankt alvast. Oké, de eerste waren banners van mij. De tweede is hopelijk iets beters. Ja hoor! Hey, die waren van mij! Raketjes, kijk wat er gebeurt. Hey! Oh, deze waren toch niet van mij. Als het goed is, kan je ook gewoon gelanceerd worden als je loopt. Nee. Echt? En? Oh! Wow. Shit! Wow! Oh, legendarisch! Oh, gast, ik schrok me helemaal dood, man. Ik voel je niet als een robot. Oh my god, ik schrok me dood. Mijn legendary, hey. Oh, wow. Sick. Heel sick. Oh, mijn hart, jongen. Dat was best luid. Hey. Oh, enchantment bottles. Hey. Ja, mag ik al die levels, dankjewel. Ja, super chill. Die had ik echt... Nee, geef me bij, hey, geef me bij. Oh man! Ja, nee, ik zit toch veel vaker in de survival! Geef maar mij! Kom maar! Alsjeblieft! Ja, dat is echt mooi, want als Ronald wat gooit, dan gooit hij dat ook precies recht uit zijn ogen gewoon. Ja. Echt waar? Ja, serieus. Ja, dan doe ik het met liefde. Oké, heb jij nog coins, Pascal? Oh, ja. Oh, lekker man! Wow, wat was dat? Ja, die raketjes. Ja, die raketjes heb ik nodig voor de volgende aflevering. Oh, oké. En heb jij nog knolpauwcoins? Dan kan je hier zien. Kijk, als je hier kijkt, dan zie je knolpauwcoins 0 of 1. Of... Oh ja, ik knol 0. En jij, Ronald? 0. Oké, dan houden we het hiervoor gezien. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het verstoppertje superleuk. Vergeet dan niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer verstoppertje, meer Minecraft en meer opnames met Pascal en Ronald. Vergeet ook niet even hun kanaal te checken in de beschrijving. En dan check